Ja, verslaggever Cecil van der Grift, jij staat op het ADM-terrein. Hoe kan het dat na meerdere keren de rechter nu opnieuw oordeelt dat de krakers mogen blijven? Ja, nou, de discussie speelt natuurlijk al 20 jaar en juist dat is de reden geweest voor de rechter om te oordelen dat ze nu niet ontruimd mogen worden. Want in die 20 jaar tijd is hier een heel dorp opgebouwd. Er zijn 200 mensen komen wonen, die zijn er zelf kinderen hier geboren, er wonen hier gezinnen in dit soort huisjes achter mij. En de rechter zegt eigenlijk van, ja, dat kan je niet zomaar op straat zetten, al die mensen. Dus heeft ze geoordeeld nu geen ontruiming, maar de bewoners moeten wel zelf op zoek nu naar nieuwe woonruimte. En Daan is een van die bewoners. Jij woont hier met je vriendin. Hi, jij bent kraker van het eerste uur. Ja, jullie lazen vanmiddag het vonnis. Hoe hebben jullie gereageerd? We waren heel, heel erg opgelucht. Eigenlijk om twee redenen. Zoals je zelf al zegt, waar moeten al die mensen naartoe? Daar was geen oplossing voor. Tweede is dat we na de verkiezingen met een nieuwe college en een nieuwe raad een kans hebben gecreëerd, hè, om na die verkiezingen dat de gemeente kan bedenken wat nou werkelijk goed is met dit terrein. Maar het overheersende gevoel is dus opluchting hier in blijdschap. Ja. Iemand die minder blij is, is de eigenaar van het ADM-terrein. Ik sprak hem vanmiddag even aan de telefoon. Te zot voor woorden, mevrouw. Te zot voor woorden. Ze zitten daar 20 jaar op een gekraakt terrein. Ze hebben nog nooit 1 euro huur betaald. Waarom moet de belastingbetaler opdraaien om woningen te regelen voor een stel krakers? Ze wonen daar al 20 jaar. Al 4 jaar lang roep ik iedere week, jullie moeten eraf, jullie moeten wegwezen. Ze hebben 4 jaar lang de tijd gehad om alternatieve vervangende woonruimte te zoeken. Gaat het ooit nog ontruimd worden? Ja, voor het einde van het jaar is het ontruimd. Ja, op een gegeven moment moeten de ADM-bewoners hier echt weg. Daan, ga je nu ook echt op zoek naar vervangende woning? Nee, ik ben voorlopig bezig eigenlijk dat deze plek terugkomt bij de rechtmatige mensen van de stad. Ik mocht ooit hier komen wonen in Amsterdam en ben onderdeel geworden van de gemeenschap van Amsterdam. En deze terrein was ook ooit een onderdeel van de gemeenschap van de stad. En ik vind het belangrijk dat vrijplaatsen en de vrijplaatsencultuur eigenlijk blijft bestaan in deze stad. En daar blijf ik mij voor inzetten in. Dus we zien het wel. Dus jij bent hier niet zomaar weg? Nee. Wordt vervolgd dus, de soap gaat de komende tijd nog wel even door. Cecil van der Grift vanaf het ADM-terrein, dankjewel.